De gemeente Nijmegen claimt ruim 1 miljoen euro van advocaat Sander Drijber van slachthuis Hildman. Dat vertelde journalist Geert Willems donderdagochtend in RN7's radioprogramma De Ontbijtshow. Drijber wordt beschuldigd van het wegsluizen van geld op de bankrekening van zijn kantoor. De gemeente stelt dat Drijber wilde voorkomen dat er beslag op het geld gelegd kon worden. De advocaat van Drijber beweert dat er van wegsluizen geen sprake is. Het geld was slechts apart gezet om de afbouw van een opgedoekt slachthuis te handhaven. Daarom is Drijber in hoger beroep gegaan.